Hallo beste kijker. Welkom bij de Mare van januari. Als eerste wil ik jullie een mooi en magisch nieuw jaar wensen, 2019. En ik hoop dat het voor jezelf een mooie jaar mag worden. De natuur is nog helemaal in rusten. Dus er is eigenlijk weinig qua qua energetisch verbinding maken. Of wat ook. Dat is best wel lastig om dat nu te doen. Maar omdat mijn mensen toch altijd wel iets willen doen, is het nu wel een heel mooi moment om balans op te maken. Balans op te maken voor wat je aankomend jaar wilt gaan doen. Je kan het op een hele simpele manier doen. En dat is bijvoorbeeld om een taart te maken en in die taart in punten te verdelen. Dan zal ik jullie even laten zien wat ik bedoel. Let op. Stel, je hebt je maakt een cirkel. Dat kan je dus doen als je buiten in de natuur aan het wandelen bent. Hè. Dat is ook een leuke oefening voor jezelf. Zo, kijk, maak de cirkel. En dan is dit 2019, Nou, dan kan je daar dus punten in verdelen. Van zo en zo. En zo en zo. Zo, en dan heb ik het even over 1, 2, 3, 4, 5 projecten nu. Kijk, dit project is bijvoorbeeld vrij groot. Nou, stel dat je zegt even voor mezelf dan 2019, dit deel is dan mijn boek. Zoveel tijd en aandacht wil ik aan mijn boek besteden. Dit is een ander deel. En dit is weer een deel. En dat is voor jezelf even kijken van wat wil ik besteden aan die tijden en aan die delen. En wat je dan kan doen om te voelen of dat klopt, dan ga je er gewoon in staan. Dus je gaat gewoon voelen van dit is het maken, verder uitwerken van mijn boek. En dat voel ik dat gewoon eens even in. Klopt dat? Moet dat deel zo groot zijn? En dat zijn, op elke punt kan je dan gaan staan, op elke taartpunt, Hè? Dus op deze. Dit is bijvoorbeeld het afronden van de jaarcirkel met de groep zusters. Is het groot genoeg, dit deel? Heb ik daar meer ruimte of meer energie voor nodig? Dus de cirkel is 2019 en dan ga je dat invoelen. Nou, op die manier kan je het zelf natuurlijk heel mooi uitwerken. En wat echt een supergoed moment daarvoor is, dat is toch wel de volle maan van januari. Want in die nacht, eigenlijk 's morgens vroeg, is er ook een maansverduistering. En het is echt een heel mooi moment om balans op te maken. Dus ik zou zeggen, hou even mijn website in de gaten bij de maankalender. Daar staat het verhaal geschreven van de volle maan. Maar ik ga er nog even een stukje extra over schrijven. Want het wordt wel een bijzondere maansverduistering dit keer. Volle maan. En we hebben een totale maansverduistering van ruim een uur. Dus daar moeten we wel even wat aandacht aan besteden. Nou, en die maancirkel, die ik eigenlijk net gemaakt heb, die kan je dus verdelen in punten. Dus dat is gewoon super gaaf om te doen. Dus je maakt je eigen maancirkel tijdens de volle maan en verdeel die punten en voel of dat balans voor jou klopt, Nou, verder wil ik jullie een stukje meegeven over Imbolc, wat 1 februari is. Want waarschijnlijk komt de Mare daarvoor niet, dus ik geef jullie dat nu alvast mee. 1 februari is het Imbolc en dat betekent eigenlijk nog in de buik. Dus de natuur heeft de zaadjes nog heel diep onder de grond, maar er spruit al wat, er kriebelt al wat. En het is een mooi moment om dan een soort van huiszuiveringsritueel te doen. En als je op de website van heksenkruid.info kijkt, bij natuurfeesten vind je Imbolc. En daar staat dus een heel mooi en heel opgeruimd huisreinigings- of zuiveringsritueel. Zonder al te veel ingewikkeld gedoe. En dat is net als dit en zo'n zuivering. Het kan allemaal simpel. Het hoeft niet met heel super hoogdravende rituelen te gebeuren. Dus dat. Verder even denken. Op 19 januari de e-learning Kruidenwijs 13 volle manen rond. Daar kan je mee instappen. Elke maand 1 kruid verbonden met de volle maan. Waardoor we de volle maan ook helemaal zullen uitwerken. Dus dan krijg je heel veel extra informatie wat je kan doen tijdens die maan.
En daar wordt dan één kruid aan verbonden en dat is per maand. En door je helemaal energetisch met zo'n kruid te verbinden, zal je merken dat, dat zo'n kruid echt gaat leven in je systeem. En dat het ook echt boodschappen naar je toe brengt. Dus het is een hele mooie opleiding die eigenlijk ondersteund wordt met de kruidenpakketjes die je dan erbij kunt nemen. En waardoor je dus een heel compleet pakket, cursuspakket hebt. En je volledig op dat kruid kan afstemmen. Dus mocht je nieuwe voornemens en denken, er is ruimte voor opleiding, zeg maar, zo'n stuk. Dan zou ik zeggen, ga lekker de kruidenwijs doen. Het is heel gaaf om mee in de slag te gaan. Nou, voor de rest is, even denken, ben ik lekker bezig met natuurcoaching. Mocht je een keer een introductiewandeling willen, dan kan dat. Ik heb op de website heb ik een introductiewandeling staan. Dan gaan we één keer op pad om te kijken of wat het voor jou betekent om coaching te doen en of dat goed voelt. En dan kan je eventueel een coaching traject erachteraan doen. Maar dat, welkom. Je bent welkom, zeg maar. Nou, voor nu wou ik hem hierbij afsluiten. Dus nog even kort de balans opmaken tijdens de volle maan met de maansverduistering. Als je dat buiten kan doen en je kan zo'n maancirkel maken met maanpunten erin. Dan krijg je een heel mooi beeld daarvan. En verder inbolk 1 februari. Waar we nu alvast ons op kunnen verheugen, zeg maar. Nou, tot de volgende maanden. En ik wens jullie een hele mooie maand toe. Doeg!